Aan het Spaarne in Haarlem ligt het eerste en oudste museum van Nederland, het Teylersmuseum. Dat heet zo omdat het werd opgericht als uitvoering van het testament van Pieter Teylers. Dat was eigenlijk Pieter Taylor, een Schotse familie die naar Nederland was geëmigreerd en hier een vermogend bankier en zijdefabrikant werd. In 1784, enkele jaren na zijn dood, ging de eerste zogenaamde boek- en kunstzaal open. Waar u nu naar kijkt, is 100 jaar later gebouwd, in 1878. Dit is de ingang. Eerst komt u in de entree met zijn prachtige plafonds en koepels. En helemaal aan het eind komt u in die ongeëvenaard mooie ovale zaal met allerlei technische snufjes uit vroegere tijden. Daartussen liggen de twee zalen met fossiele, wetenschappelijke meetinstrumenten en een grote elektriseermachine. Dit is het gedeelte dat in de 19e eeuw al een tentoonstellingszaal was. Het was toen de tijd van de verlichtingen. Pieter Taylors legde een aantal verzamelingen aan. Verspreiden van wetenschappelijke kennis, dat was zijn doel. Door de tijd heen is ze voortdurend gebouwd. Op het kaartje is dat duidelijk te zien. Linksonder de ingang. 100 jaar na de ovale zaal en 50 jaar na de schilderijenzalen rechtsboven. De eerste schilderijenzaal en de tweede schilderijenzaal. Ik heb waardering voor de manier waarop men oude elementen in de inrichting heeft bewaard. De late 19e eeuw zie je hier. Een oude radiator en een langhoekige bank in originele kleur. Fluweel uit Napels. Zo kon je in de 19e eeuw van de kunst genieten en zo geniet je nu. Eind vorige eeuw kwam er een nieuwe nieuwbouw voor de tijdelijke tentoonstellingen en een kantine. Wel erg gehoorig.